Eens lang geleden leefde in Rusland een knappe prins. Ivan, de avonturier. Een bewonderaar vol vragen. Op een van zijn tochten stuitte hij op een gaard. Appels zover het oog kon reiken. Een gaard bedekt met een deken van duister. Plots kleurde alles hoog boven Ivan rood. Een vogel met vleugels vurig, flakkerend als vlammen in de nacht. Ivan, in al zijn enthousiasme, besloop de vogel en ving haar aan de staart. Neem een van mijn magische veren voor mijn vrijheid. Ze zal je helpen hier in het rijk van Katschke de Kwade. Geschrokken liet Ivan de vogel vliegen. Hij wist, ik ben in het rijk van Katschke, de onoverwinnelijke, wiens ziel bewaard wordt in een ei. Ivan nam de veer, ging voort en zag het kasteel van Katschke. 13 prinsessen, allen bloedmooi, renden naar buiten. Ga weg, gilde zij. Katschke zal je betoveren, veranderen in steen. Ook ons had hij gevangen in zijn magische greep. Ivan dacht de veer en dapper bracht hij uit. Ik ga jullie bevrijden. Breng me naar hem die jullie ketent. Katschke bulderde woedend, wie ben jij? Wil jij verworden tot steen? Nooit, zei Ivan krachtig en trok de magische veer. Plots weer alles rood in vuur en vlam. De vogel terug, dansend alsof haar leven verging. Katschke, betoverd door al dat draaien, verloor het oog op zijn ziel. Ivan, altijd scherp, zag in het licht van de vlammende dans het ei. Wachtte geen moment, greep het en smeet het in spatten uiteen. Katschke, beroofd van zijn ziel, de betovering verbroken. Alle prinsessen bevrijd en Ivan verliefd op de mooiste. De vuurvogel vliegt, haar vrijheid weer toe.